kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 10 van de Eredivisie, maar natuurlijk ook de Europese wedstrijden. Ajax verloor met 4-2 van Napoli, Feyenoord speelde 2-2 gelijk tegen Michelin, PSV won met 5-0 van FC Zurich en AZ verloor met 1-0 van Apollon Limassol. In speelronde 10 van de Eredivisie werd Emmen Volendam 1-1, Fortuna Sittard RKC 0-0, Go Ahead Eagles Heerenveen 1-1, Cambuur tegen Vitesse werd 0-3, Sparta won op het kasteel van NEC met 2-0, FC Twente won met 3-0 van FC Groningen, PSV won met 6-1, AZ Feyenoord werd 1-3 en Ajax tegen Excelsior werd 7-1. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 25 punten, dan komt PSV met 24 punten. Feyenoord en AZ hebben 23 punten, dan komt FC Twente met 19 punten. Sparta staat zesde met 17 punten, dan komt RKC en Heerenveen met 14 punten. FC Utrecht staat negende met 12 punten, dan komt Fortuna met 11 punten. NEC en Excelsior hebben 10 punten. Go Ahead Eagles staat dertiende met 9 punten. Cambuur en Vitesse en FC Groningen hebben 8 punten. En dan onderaan staan FC Emmen en Volendam met 6 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Jurgen staat nog steeds bovenaan met 82 punten. Dan komt Mark met 81 punten. Ikzelf sta samen met Kars op 79 punten. Op de vijfde plek Hekkie met 78 punten. En Lars, Joey en Colino hebben 77 punten. Natuurlijk is de volledige stand te vinden in de beschrijving. De weekwinnaar van deze week is Kars Meijer. Gefeliciteerd! Dan gaan we veel wedstrijden voorspellen deze speelronde. Namelijk een inhaalwedstrijd in de Europa League, namelijk Arsenal tegen PSV. En dan 8 KNVB-bekerwedstrijden. En ik heb de wedstrijden gekozen door middel van hoe de ranglijsten van de voorspellers er vorige week uitzag. Heb ik gewoon bij de eerste 8 clubs gekeken voor wie de voorspellers waren. Buiten de clubs die natuurlijk geen wedstrijden spelen, zoals AZ, Ajax, PSV en Feyenoord, heb ik gewoon gekeken. Nou, bovenaan stond Jurgen, die is voor Willem II, dus heb ik Willem II gekozen. Zo ben ik de eerste 8 langs gegaan en dan heb ik ze op volgorde van wanneer ze gespeeld worden, heb ik ze gekozen. Dus we voorspellen FC Eindhoven tegen Willem II, FC Dordrecht tegen FC Groningen, ADO 20 tegen FC Emmen, de Treffers tegen RKC, FC Rijnvogels tegen Cambuur, die weet ik even niet meer welke club dat was, tegen NAC, Sportlust tegen FC Utrecht en OFC of Oostzaan tegen Sparta. Dan Eredivisie speelronde 11. Feyenoord ontvangt Fortuna Sittard. RKC moet tegen Ajax. Vitesse ontvangt FC Emmen. Dan moet AZ uit naar Excelsior. Cambuur ontvangt FC Twente. Groningen moet thuis tegen PSV. NEC speelt tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht ontvangt Sparta. En dan hebben we als afsluiter FC Volendam Heerenveen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.